Nou ja, het is gewoon zo wat er toen er gebeurd is bij Feyenoord met Mario. En de manier waarop, daar heb ik van het begin af aan gewoon intern aangegeven wat ik daarvan vind en hoe het gegaan is. Dus dat heb ik daar neergelegd waar het hoort. En dat heb ik later ook bij de Raad van Commissarissen gedaan. En vervolgens zijn we uiteindelijk vandaag in goed overleg uit elkaar gegaan. En ik denk dat het zo gegaan is zoals het hoort. Dat ik mijn mening heb gegeven daar waar die hoort te liggen. En vervolgens hebben we afscheid van elkaar genomen.